zullen proberen om zo kort mogelijk een paar essentiële punten uit het werk van Stalin naar voren te brengen. Stalin die volgens de dissident Zinoviev het grootste politieke genie van deze eeuw is. En men kan inderdaad ook zeggen dat het werk van Stalin ongetwijfeld de meest diepgaande invloed heeft gehad op de gehele ontwikkeling van de 20e eeuw. Er is geen enkele staatsman die de wereld heeft veranderd in 30 jaar zoals Stalin het heeft gedaan. Ik zal in een eerste punt een paar zaken aangeven rond het thema. Stalin vertegenwoordigt de revolutionaire arbeidersklasse en de werkende klasse. Met andere woorden, het gaat om het klassenstandpunt dat men inneemt ten overstaan van Stalin. De houding van Stalin is in feite de houding die men aanneemt in de strijd tussen de klassen. Iedereen heeft natuurlijk het gehele rijtje gehoord. Stalin dictator, tiran, misdadiger, die naar niemand luistert, etc. Maar ik denk dat het belangrijk is te noteren dat alle revolutionairen in de geschiedenis, te beginnen met Spartacus in de tijd van de Romeinen, iedereen die in welke periode van de geschiedenis ook is opgekomen voor de bevrijding van de onderdrukten en de uitgebuiten, dat die ongeveer dezelfde woorden tegen zijn hoofd heeft aangeslingerd gekregen. Dus als je alleen maar begint met de Franse Revolutie in 1789. Dus je hebt daar precies dezelfde bewoordingen tegen Robespierre bijvoorbeeld, die in een boekje uit die tijd wordt genoemd een afschuwelijke vampier die nooit verzadigd was van bloed. Nooit heeft een menselijk wezen zoveel wreedheid getoond. Het zou Stalin kunnen zijn. Als je de Commune van Parijs, de eerste arbeidersopstand waar de arbeidersklasse de macht heeft genomen in Parijs in 1871, bekijkt. Iemand als Flaubert, een bekend man nogthans, die heeft de arbeidersmassa in Parijs tijdens de Commune beschreven als die massa is een immoreel beest. Het zijn echte wilden, de vrais sauvage. Lenin. In 1925 over Lenin schrijft men: Lenin is de rode tsaar die de methodes toepast van de tiran Ivan de Verschrikkelijke. In 1925 was het Lenin, 10 jaar later was het Stalin. De woorden zijn dezelfde. Als je de Spaanse revolutie neemt, die bekampt is door Franco en door het fascisme. De Spaanse bisschoppen die schrijven in 1936... Deze revolutie is barbaars, want ze vernietigt het werk van eeuwenbeschaving. Je kunt zo werkelijk doorgaan. In België bijvoorbeeld Lumumba, als hij aan het hoofd stond van de onafhankelijkheidsbeweging in Congo. Ongeveer dezelfde bewoording. Een Belgische krant zegt dat Lumumba in zijn eigen huis, in de kelders, de opposanten foltert. Dus je kan echt gelijk welk tijdperk in de geschiedenis waar de klassen hevig tegen elkaar botsten bekijken. De uitbuitende klassen van alle tijden, die gaan op dezelfde manier tekeer tegen de revolutie, tegen de revolutionaire, als ze tekeer gaan tegen Stalin. Een tweede punt. Als je de geschiedenis van de jaren 20, 30, 40, 50 bekijkt, dan kun je zien dat alle onderdrukte en alle mensen in de hele wereld die echt voor het socialisme opkwamen, dat die Stalin steunde. Ik heb denk ik een jaar geleden een conferentie over Stalin gegeven in Charleroi. En dat was heel interessant, want het waren alleen arbeiders. Dus er waren heel wat arbeiders bij die de antifascistische oorlog hadden meegemaakt. En dus daar stonden hele oude mensen recht. Die zegden, wij hebben gevochten tegen het kapitalisme, wij hebben gevochten tegen het fascisme en wij hebben allemaal gevochten in naam van Stalin. En het is op het moment dat de leiding van de communistische partij Stalin heeft verloochend, dat ze ook het socialisme en de revolutie hebben verloochend.
Nadien heb ik hetzelfde ongeveer gedaan in Parijs. En dat was interessant, er waren heel wat Algerijnen. Er was iemand die hoofdredacteur was van een belangrijk blad in Algerije. En tijdens de discussie zei hij, ik was 13 jaar als Stalin is gestorven. En ik zag dat alle Fransen uitbundig waren. En alle Algerijnen waren ten neergeslagen. En ik vroeg aan mijn vader, maar wie is Stalin? En dus zijn vader had hem gezegd, il était fils de cordonnier et il a dirigé le plus grand pays au monde. Dus hij was de zoon van een schoenlapper en hij was aan het hoofd gekomen van het grootste land in de wereld. En dus hij zei, ik was 13 jaar en ik zei, fils de cordonnier, iemand gelijk ik. Als je nog in Algerije wil blijven, dan in een ander domein. Een van de zo niet de grootste dichter in Algerije is Kateb Yassine, kent je wellicht. Er heeft met iemand vandaag een interview gegeven dat hij in 86 heeft afgegeven. En dus hij heeft gevochten tegen de Franse bezetting en dus hij was een revolutionair. En in 86 zegt hij, er zijn er die alle smeerlapperij van het Westen slikken. Ze willen hun messen afkuisen aan Stalin en gaan met alle misdaden beladen. Ze vallen niet alleen Stalin aan, maar ook Lenin, Marx, Engels en alle stichters van het Marxisme-Leninisme. Dat is een goede oorlogstactiek, want ze zijn vijanden van de revolutie. De haat voor Stalin en het Marxisme-Leninisme, dat is een zeer goed certificaat voor alle honden van het imperialisme. En wanneer ze tegen ons huilen als honden, dan is dat eerder een goed teken. Dus degene die het interview afnam, die verwachtte zich daar niet aan, is de meest beroemde dichter uit Algerije. Dus, maar er is een van de weinigen die trouw is gebleven aan het idee dat hij als jongen had van de revolutie in de wereld, van de revolutie in de Sovjet-Unie en van Stalin. Een derde punt dat ik zou willen aanstrepen, dat is dat als je een beetje om je heen kijkt, dat je kan zien dat alle bourgeois van alle strekkingen in alle landen, dat die Stalin en zijn werk haten. Alle uitbuiters, alle kapitalisten, alle imperialisten, alle fascisten. Dus waarom is Stalin hun vijand, van allen hun vijand nummer één? Dus de fascisten zijn natuurlijk de meest wilde geweest in hun haat tegen het communisme. En tussen haakjes zijn ook de fascisten die het eerst het begrip Stalinisme hebben gelanceerd. Tijdens de oorlog, in de naziliteratuur, spreken ze nog altijd over bolsjewieken. Maar ik heb een boekje gevonden van een Frans fascist, uitgegeven in juni 1944. Dus de nazi's waren nog in Frankrijk. En hij schrijft een boekje, Stalinisme. Dat is het eerste keer dat ik denk dat het de eerste keer is dat er een boek Stalinisme wordt genoemd. En hij is een groot ideoloog van de Franse collaboratie. En dat is heel interessant. Dus hoe de nazi's op het einde van de oorlog het begrip Stalinisme, het rode expansionisme, het rode imperialisme hanteren om zoveel mogelijk de West-Europese bourgeoisie rond het fascisme te verenigen. We komen erop terug. Maar de meest wilde propaganda van de nazi's vanaf de jaren 20 tegen het communisme en tegen Lenin en nadien tegen Stalin, die is praktisch